Minister Marciano Dassai van Ruimtelijke Ordening en Milieu, ROM, streeft ernaar dat Suriname dit jaar nog inkomsten kan genereren uit de carbon credits. Tijdens de volgende COP-meeting moeten concrete afspraken worden gemaakt om vergoedingen voor Surinames ongerepte bossen te ontvangen. Suriname kan tussen de 25 US en 30 US per ton CO2 verdienen door deze credits te verhandelen naar via internationale mitigatieovereenkomsten. Wij zijn de eerste in de wereld. We zijn niet de eerste in de wereld als het gaat om carbon credits verkopen. Maar we zijn wel de eerste in de wereld als het gaat om carbon credits verkopen die voldoen aan de standaarden van, het Parijsakkoord, de UNFCCC. Deze IMO's kunnen we andere landen helpen die hun klimaatdoelen hebben uitgezet. Om carbon neutraal te worden. En wat het unieke is van ons land, is dat wij dus een van de weinigen zijn, een van de drie. Naast ons heb je Panama en nog één Aziatisch land. Ik ga even niet op die naam komen, ik zal het straks wel dat het in opkomt. Een van de drie zijn wij die in staat zijn, omdat we carbon negatief zijn, onze resultaten te verhandelen, zodat andere landen dat kunnen gebruiken op hun balans om carbon neutraal te worden. Op dit moment is er echter nog geen systeem waarin landen beloond worden voor hun bijdrage aan de natuur. Voor de toekomst zal Suriname's carbon negatieve status behouden blijven, ook met de start van de olieproductie in 2028 en zoals vastgelegd in het Parijsakkoord. En wat ik extra wil benadrukken, dat dit komt door de bosbouwsector. Er is gekeken naar efficiëntere houtkap in de bosbouwsector. Er is gewerkt met bijvoorbeeld een kapplan, gekeken naar sleepweven, effectievere sleepweven in de bossen, zodat je minder bomen hebt. Dus dat is wel iets dat gaat spelen in de komende tijd. En zal er misschien een vraag komen, maar minister, wanneer krijgen we dat geld? De verwachting is dat we voor eind van dit jaar, het zou wel heel mooi zijn als we bij de kop al zeggen van oké, het is al verkocht, maar voor eind van het jaar moeten we cashen, moeten we inkomsten hebben. En de inkomsten die we eruit verkrijgen, die gaan voornamelijk naar milieugerelateerde activiteiten. Een deel gaat natuurlijk naar de inheemse en de tribale volkeren. Een deel gaat dus naar ons Sovereign Wealth Fund. En een deel gaat zeker naar kosten die te maken hebben met die verkrachtig worden van onze samenleving tegen klimaatverandering. Ongeveer 50 bedrijven hebben al interesse getoond in Suriname's carbon credits. En een deel van de opbrengsten gaat naar milieuprojecten en inheemse volken.